FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door HSB Bouw Volendam. Joey Roggeveen stond maandag tegen Jong Ajax voor het eerst onder de lat bij FC Volendam. De doelman is blij dat hij zijn debuut heeft kunnen maken. Nee, dat is een lastige wedstrijd voor ons. Dat is voor mij natuurlijk fijn dat ik de kans kreeg en ik denk dat ik hem prima heb ingevuld voor mezelf. De doelman is qua stijl een andere keeper als zijn collega Nordin Bakker. Nee, ik denk dat ik een atletische keeper ben die het ook wel fijn vindt om mee te voetballen. Dus ik denk dat je het mij het best zo kan omschrijven. Roggeveen ervaarde nooit problemen als zijn rol als stand-in voor Bakker. Nee, ik was gewoon altijd ready om te spelen. Dat wist de staf ook. En als je dan op moet, dan pak je je kans wel. De doelman weet wat hij kan verwachten van de Almeerse koploper. Het is een goede ploeg. We zijn heel degelijk. Met een grote, sterke spits. Dus we kunnen ons genoeg daarop voorbereiden. Natuurlijk, we kijken van beelden met z'n allen. En uiteindelijk maakt het niet uit echt wie we spelen. We moeten gewoon ons ding doen en dan kunnen we van iedereen winnen, denk ik. De wedstrijd FC Volendam Almere City is live te volgen op Fox Sports 3. Het Twitterkanaal @FC Volendam en de story op Instagram.